Een sukkelpool. Echt, die kunnen echt niet rijden, die gasten. Levensgevaarlijk, die lui. Levensgevaarlijk zijn die lui. Hoe die aan de rijbewijs komen, geen idee. Nee. Absoluut. Kijk maar naar al die... hoe heet dat? Gekke idioot op de weg. Allemaal in de Oostbloklanden. Rusland, Polen en dat soort landen allemaal. Duidelijker kan het toch niet zijn? Duidelijker kan het niet zijn. Ik doe mijn richtingenwijzer nog aan en omdat ik daarheen ga. Nergens kan, anders kan ik dan heen gaan en dan nog willen ze doorrijden. Dan denkt ze van, oh, nou gaat hij linksaf. Dus dan ben ik rechtdoor op dezelfde weg. Nee, dan moet je op die borden letten. Kijk, een lekker bochtje, man. Lekker bochtje. Kijken met die zwart glimmende dingen, dan moet je niet opkomen. Hier stonden ze ooit eens te meten. Bij die schuur daar zo. Ik kwam net terug van de motorzaak. Dat kwam hier ook allemaal een beetje scheef, of niet? Lekkere bochtje hoor, dit allemaal van die lekkere bochtjes. Dan krijg je een lange rechter doordraaien. Dan moet je net mooi aan de kant blijven zo, want dan heb je niet zo'n last van de tegenligger. Jammer van die auto, die zit in de weg. Heb ik op een gegeven moment de auto zo aan je krimpelikje. Dat de tank leeg is en nou ook de motor. Nee, maar. Irritant. Vind ik niet leuk. Oh ja, dit is het doordraaien. Kijk. Dan kijk ik hoe lang die doorgaat. En dan begint het scherper gaan draaien. En dan komt de fietsers en dan gaat die opnemen. Nou, dat is niet.